We zijn niet in een trampolinepark, we zijn niet in de tuin, nee, we zijn in de voerfabriek. En hier heb je een speciale tafel en stafel voor voetbal. Er is één iemand heel goed in en die... Zo, wat? Dit is een goed nieuwe video. Mijn naam is Rutger. Mijn naam is Tobias. En zoals jullie zien hebben wij voetbalshirtjes aan, want we zijn niet in een trampolinepark, we zijn niet in de tuin, nee, we zijn in de voetbalfabriek. In Almere, superleuk hier, want we gaan vandaag voetballen. En binnenkort kunnen jullie ook mee voetballen, want in de herfstvakantie gaan we zelfs een evenement, een tent- en vriendeling evenement geven hier in de voetbalfabriek. In samenwerking met de voetbalfabriek. Hey, dat wordt vet, hè? Dat wordt super gaaf. Dat wordt super vet. Dit blijft allemaal, als al die voetbalvelden blijven hier, dit blijft. Daarachter heb je nog allemaal velden. Maar hier aan het begin gaan we dan een hele vrierenopstelling bouwen. En dan kunnen jullie komen om en te vrierunnen en te voetballen. Ikzelf vind het een hele leuke combinatie, want ik hou en heel erg van vrieren, dat weten jullie. En ik hou ook wel van voetballen, dat weten jullie ook. Dus deze hele zaal gaan we dan omtoveren tot een vrierunparadijs. Dus airtracks neerleggen, matten, kasten, van alles. Die kant komt dan voetbal en dan kan je en vrierunnen en voetballen. Dat wordt in de herfstvakantie op een woensdag. De woensdag in de herfstvakantie, 20 oktober. En het wordt echt super dik. Dus ga even naar de beschrijving en check op de link en geef je op, zou ik zeggen. Als je van voetbal houdt, geef je op. Als je van vrierunnen geeft, geef je op. Als je van allebei houdt, geen keus. Geef je sowieso op. Als je in de buurt van Almere woont, wordt echt super dik. Ik ben er natuurlijk bij. Albert is erbij, Thomas is erbij. Wordt een hele dikke dag. Oké, wij gaan verder met de video, want ik ga even kijken of ik Thomas kan afdrogen met een aantal spelletjes hier. Dus let's go. We hebben hier allemaal voetbalgolfbanen. Daar gaan we ons wel even mee starten. Dat is eventjes een lekkere warming-up. En daarna gaan we dan door naar allemaal andere spellen. En daarachter heb je nog een hal met ook van alles. Dus daar gaan we dan naar heen. Dit is één. En één is dat je hier tegen een muur aan schiet en dan moet stoppen in het groene gedeelte. Ja. Daar. Uit. Jammer. Wat we ook kunnen doen, want we hebben natuurlijk heel veel banen, dat we gewoon ook wel één poging hebben. Dus nu gaan we gewoon door naar de volgende. Dus we hebben één poging. En als je dan niet... 0-0 dan. Ja, gaat nu 0-0. Gaan we kijken, overal één poging, gaan we kijken hoe snel we hoeveel punten we kunnen halen. Veel te hard. Nee, nee. Oké, jammer. Dat is wel serieus lastig, want misschien halen we gewoon 0. Shit. Oké, we gaan naar 4 en het is 0-0 nog. We hebben allebei nog geen 1 punt. Het is ook best wel lastig hoor. Normaal heb je natuurlijk meerdere pogingen. Maar wij doen gewoon 1 poging. Als je hem niet in 1 keer hebt, dan gaan we door naar de volgende. Ja, we gaan ik starten met deze. Hey, ik ben net weer gestart. Ons weer starten. Nou. Oeh. Nee! Oh, 1 puntje. Let's go, jongens. Creëer je ziet, Tobias. Te hard. Daar moet hij eindigen, in de hoek. Gast, die kan nooit, nee, deze kan niet in één keer. Deze omhoog in één keer, voor mij hoor. Oké, dan mogen we eerst alweer 2 pogingen anders, ja? Al 2 keer schieten mag, moet je. Ja. Hey. Gast, die heb je gewoon in 2 keer, gast. Turn down for what? Nice. 1 puntje, 1-1. Ja, hij zat op de rand, maar leuk gegooid. Oké, we zijn bij nummer 7, Rutger mag beginnen. Moet hier doorheen en dan moet hij daar. Oh. Start. Hoehoe, jammer. Start. We hebben alle banen gehad. Het staat 1-1. Tobias en ik mogen allebei 1 baan uitzoeken die we hebben gedaan. Die we nog een nieuwe poging mogen geven. En als die dan raak is, dan heb je een punt. Maar ik mag niet de baan zijn die je al raak hebt. Dus ik mag niet de baan die ik al heb geraakt. En jij mag niet de baan die jij nu hebt geraakt. Oké, is goed. Ik start wel, kom maar. Hij gaat de wip. Mag ik even proberen? Nee. Nee! Nee, maar. Oh. Nou. Nee, helaas. Hou door een hobbeltje, ja. Hij ging zo en ging zo weer terug, gast. Oh, heel naar. Helaas. Ja, shit. Nee. Nee, goed. Daar is veel te hard. Degene die verliest, moet zo trakteren op Mackie. Dat is natuurlijk wel duidelijk, toch? Oké, dat is goed. Nee, dan maak ik het niet gelijk af. Nee. En mij net keihard uitlachen. Ik ga deze schuin nog doen. Oh! Kijk, dit is tactiek. Kijk, dat is een kak techniek. Hey! Dat betekent dat jij nu nog een kans hebt. Als je deze scoort is gelijk, als je niet scoort, dan wordt het Mackie betaald vanmiddag. Degene die in heel vandaag de meeste onderdelen verliest, die betaalt Mackie. Want we gaan toch zo nog andere dingen doen. Ja, oké, is goed, jongen.
Jij komt goed weg, jongen. Zo, gaan we naar een nieuw onderdeel toe. We hebben hier een bord. Bord. Een zeil in een doel. En we hebben allebei 5 schoten. Wie de meeste punten scoort in 5 schoten, die wint onderdeel nummer 2. Dat is Barkie. Tjaka! Nee, te laat! 200, jongens. En allebei, hè? Eerst in die en toen in die. Het is 1-1. Dat betekent dat we naar de finale gaan. Kom mee. En de finale is in een andere zaal. Namelijk de zaal hiernaast. En hier heb je een speciale tafel en stafel voor voetbal. Er is één iemand heel goed in. En die gaan we erbij halen. Die gaat eventjes de spelregels uitleggen. Dus die jullie zien. Die zien jullie zo meteen. Oké, hier is de tafel. En wat zijn de regels? Vertel. De eerste regel is dat de bal niet op de grond mag stuiten. Maar dat is misschien logisch, maar die vertellen we meteen. Hij mag 1 keer op de tafel stuiten. Dus dat is hetzelfde als met tennis of met tafeltennis. En hij moet net als bij tennis, bij de service, in 1 keer op de helft van de ander. Dus niet eerst op je eigen helft, maar meteen op die kant. De bal mag niet aan jouw kant komen. Hij mag wel komen, maar op het moment dat ik hem speel, dan moet hij aan mijn kant zijn. Dus ik mag niet dit doen. Nee. Dat mag niet. De bal moet aan mijn kant blijven. Maar stel dat ik hem aan jouw kant heb en ik haal hem terug. En daarna speel ik hem vanaf mijn helft, dat is goed. Daarna, en dat is de laatste regel, die is belangrijk, mag je 3 keer, maximaal 3 keer de bal raken. Minder mag wel. Minder mag wel. Maar 3 is de max. Maar hij moet wel stuiten. Dat is het eigenlijk. Potje totten. Tot de 5 doen? Ja, dat is goed. Zullen we even voor de surf? Voor de surf. Ja, even voor de surf. 2, 3. Ik heb de surf.5-0 jongens. 5-0? Ik wil niet op de grond zeggen, maar 1 kompotje. Moet er 1 potje op 5 dan? Ja. Oeh! Dit zat. Ah! Nee! Ah! Zat er 4 keer al. Oh! Oh nee! Ik zal even laten zien wie de baas is. Maar nu even 1 potje tegen de echte baas, toch? Dit is echt zielig, ja. Hij is zo gecontroleerd, jongen. Ja, die is lekker, die is lekker, die is lekker. Hij is lekker, hoor. Oh, 1-0. Ja! Dat mag trouwens helemaal. Hey, dat is lekker. Oh, zo'n smerig balletje, jongen, niet normaal. Oh, naar. Tak, tak. Jammer hoor, hé. Jammer, jammer, jammer. Zo, gast. Oké, dit was wel echt heel spannend. Maar gefeliciteerd. Goed gedaan, jongen. Heel knap. Tel 1 troost, 1 troost. Hij oefent het elke dag. Dat is de enige troost die we hebben. Troost. Dit was het. Was super leuk, To. We zien ze zo weer bij de Mac. Ik heb de meeste dingen gewonnen, dus ik wil betaal. Bedankt, hè. Tot de volgende keer. Want we gaan jullie sowieso weer 100% zien. Bij de meeting natuurlijk. In de herfstvakantie. Doe nog eventjes, maar je kan je dus opgeven. Dus ga naar de beschrijving, geef je op. En we hopen je daar te zien, want dat wordt echt super vet. En jullie zien ons zo meteen weer als we een lekkere milkshake hebben. Tot zo. We staan er. Er komt nog meer aan. Rutger die denkt, Tobias betaald, dus ik heb gelijk de hele McDonald's leeggekocht. Hoppakee, zo doen we dat. Lekker jongens, heerlijk. De rest komt eraan, drink komt nog aan. Dit is al het einde van de video, dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even weten of je erbij bent bij het evenement bij de voetbalfabriek. Laat even weten of je het een leuke video vond en ik de volgende keer ook meenemen naar de voetbalfabriek. En dan wens ik jullie een hele fijne dag en zie ik je volgende keer. En wij gaan lekker eten. Ciao.